Welkom allemaal bij deze reading, deze Keltisch kruisen reading met de Engelen Tarot. Fijn dat je weer kijkt, liked, deelt, dat je je hebt geabonneerd op de diverse kanalen. Dankjewel. En ook dankjewel voor alle mensen die een privé reading en of healing hebben aangevraagd. Ben je nieuw? Kijk even of het resoneert. Het helpt als je je abonneert. Dit is gratis. Bovendien ben je dan energetisch verbonden met mijn kanaal of kanalen. Ik ben een channeler, dus laat of vroeg pik ik ook jouw energie op, waardoor je readingen meer en meer met je aansluiten. Wat mogen wij weten voor vandaag, middels dit Keltisch kruis voor het collectief? Wat zijn de meest belangrijke berichten? Even rechtop leggen. Nog meer ondersteboven. Moet de kaarten ook rechtop lezen, hoor ik. Wat mag ik weten? Haastige spoed is zelden goed, dus neem rustig je tijd als je een beslissing moet nemen. Ook al lijkt het een kleine of een grote beslissing. Hou ook rekening met de retrograde. Dan is het ook meestal niet zo verstandig om dan beslissingen, contracten te tekenen, iets nieuws te beginnen, risico's nemen enzovoort. Luister naar je intuïtie. Je bent heel nauw verbonden met je intuïtie en je instinct. Dus zeker naar je onderbuikgevoel luisteren. Of je wel of niet iets moet doen. Het kan zijn dat dat extra versterkt is in die periode. Of dat je instinct, je intuïtie jou echt duidelijk maakt van dat je beter iets niet kunt doen. Beter iets kunt laten. Beter iets kunt uitstellen. Met de lover sta je voor een keuze. Dus als je voor een keuze komt te staan, op wat voor gebied dan ook, of het een keuze is tussen twee geliefden, of het een keuze is tussen twee banen, of het een keuze is tussen jou en de ander. Probeer die keuze dan uit te stellen, als dat kan. En anders stellen dat je hebt gesolliciteerd. En je bent het geworden en je staat dus voor de keuze wel of niet de arbeidscontract te gaan ondertekenen. Probeer dan dat je dat bijvoorbeeld na de retrograde mag tekenen. Ja, dus probeer uitstel te vragen. Zo niet, dan zou ik het niet doen als ik jou was. Als ik heel duidelijk doorkrijg. De keizerkaart kan gaan over financiële besluiten, belangrijke besluiten. Het kan gaan om je eigen bedrijf. Het kan gaan om werkgelegenheid. Heb die structuur, heb die discipline om die keuze nog even uit te stellen voor je eigen stabiliteit en balans. Het kan zijn dat er een addertje onder het gras zit, wat je niet ziet met de acht van zwaarden. Dus niet doen. Mogen wij nog meer weten? 10 van bekers. Het is iets, wel iets wat je heel graag wilt. Dus laat je alsjeblieft niet verleiden. Het kan zijn dat iemand met je wil samenwonen, kan zijn dat als je voor deze baan gaat, dat dat je droombaan is. Wat het dan ook is, hè, het maakt jou heel gelukkig met die 10 van bekers. Niet doen. Probeer die controle te behouden, om die keuze uit te stellen. Met de 7 van zwaarden moet je dus je plannen herzien. Wat ik al zeg, als jij voor een keuze staat,
mag je best vragen als het gaat om een contract, of je dat contract over een paar weken mag tekenen. Zeker als jij pas, ik noem maar iets, in juni of in juli gaat beginnen. Dan kan je dat contract ook best in juni tekenen in plaats van tijdens de retrograde. Bovendien denk ik ook dat je niet, dat je tegengehouden wordt intuïtief omdat je niet het totale plaatje ziet. Je ziet niet wat erachter steekt. Misschien is dit wel gewoon niet iets wat, wat het is, wat het lijkt. Als je daar gewoon beschermd tegen wordt. Met het 10 van zwaarden heb ik het gevoel dat er een einde komt aan een moeilijke periode. Het kan zijn dat je het moeilijk vindt om die keuze op lange termijn te schuiven. Maar als je eenmaal groen licht hebt, dat je inderdaad later mag tekenen. Of dat je later die beslissing mag nemen. Of dat je inderdaad meer bedenktijd krijgt. Dan valt er een last van je schouders. Dan heb je je grenzen aangegeven. Dan heb je ook nog bedenkruimte, ademruimte. En misschien ook wel ruimte om nog meer vragen te stellen. Kritische vragen stellen, hoor ik. Het kan zijn dat je in de periode van uitstel, dat je dan ingevingen krijgt. Dus bijvoorbeeld gedachtes, visioenen. Helder zien tijdens meditatie of tijdens dromen. En dat je daardoor nog wat extra input krijgt over die keuze die je moet maken. Met de 3 van staven ga je uiteindelijk het beste doen wat je moet doen. En het beste in dit geval is om je tijd te nemen. Om nog even af te wachten. Die ademruimte nemen. En misschien krijg je de dingen dan ook helder. En kan je ook richting langer termijn kijken van, als ik dit doe, wat heeft dat dan voor effect hier, hier, hier en hierop. Met de schildknaap van bekers heb ik het gevoel dat je door het uitstellen, dat er dan iets nieuws op je pad komt. Dat kan een persoon zijn. Dat kan een andere werkgelegenheid zijn. Een ander contract dat aangeboden wordt. Wat veel beter of lucratiever voor je is. Er kan een beter persoon zijn die jou een aanbod doet. Er kan een wat voor situatie het ook is. Er komt in die tussentijden jij, wat je geeft aan van nou, je keuze kan ik nu niet maken. Ik wil uitstel. Ik wil bedenktijd. En in die tussentijd dat jij dus zeg maar ademruimte krijgt, die druk niet voelt van die keuze, omdat je een paar weken extra hebt, dan komt er dus een nieuwe situatie om de hoek kijken. En dat is waar Spirit je voor wil waarschuwen. Er komt iets beters op je pad, dus vraag uitstel. Je zegt niet definitief nee. En dan komt er iets beters op je pad. Dat is wat eigenlijk hier op tafel ligt. En met de 3 van zwaarden kan het zijn dat je ergens verdriet van krijgt. Verdriet van krijgt omdat als jij bijvoorbeeld uitstel vraagt van dat contract, dat ze uiteindelijk zeggen van, nou ja, dan gaan we met iemand anders de tweede keuze in zee. Daar kan je verdrietig om zijn, omdat je in eerste instantie denkt, dit is mijn droombaan, hè, met die 10 van bekers. Maar weet dat er iets nieuws op je pad komt. Dus je hoeft eigenlijk geen verdriet te hebben. Maar ik denk dat je dat gewoon niet doorziet. Dus als dit jou dan niet gegeven is, dat uitstel, wees daar niet verdrietig om, want er komt iets beters op je pad. Dat ligt hier. Bijna aan het einde van de route. Als jij een keuze moet maken tussen 2 personen. Die personen geven jou daar niet de keuze of de gelegenheid of de tijd of de rust in.
zeker de persoon die zegt van nee, ik ga niet op je wachten, dan is die persoon het ook niet waard. En dan zal je zien dat als die persoon zich dan terugtrekt, dat er dan iemand anders op je pad komt die veel beter met je matcht. Dus wat het dan ook is, wees er niet rouwig om dat je bijvoorbeeld die uitstel niet krijgt. Wees niet bang en verdrietig dat jouw wensvervulling aan je neus voorbij gaat met die 10 van bekers. Maar wat jij niet ziet en wat Spirit wel ziet, is dat er iets veel beters in het geschiet ligt. Daarom ga niet die keuze nu maken. Die keuze uitstellen, daar waar mogelijk is. En als ze zeggen, want het gaat niet, ik kan het niet uitstellen, dan zie je er maar vanaf. Er komt iets veel beters op je pad. En dat is wat in deze reading duidelijk naar voren komt. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.